Woensdag 26 augustus, dan ziet het er hier heel anders uit. Ja, dan wordt het hier een groot feest. Dan wordt hier het Strawberry Fields Festival gehouden. Met veel 18 leuke artiesten en heel veel food trucks en pop-up restaurants. En lekker eten, lekker drinken, mooie muziek. Voor iedereen wat. Dit is een prachtige locatie. Ja, ik denk dat het een van de mooiste festivallocaties überhaupt is. Dit park staat vol met oude boom en oude planten. Het riviertje wat er doorheen loopt. De vergezichten die je hebt. Er komen drie podia. En drie podia die continu muziek levert. Aansluit met een heel mooi strak programma nu. Er komt nog een vierde tent. En dat is een soort van strawberry dry door tent. Er gebeurt allerlei theaterdingetjes en gesprekjes en noem maar op. Gippard die komt nog komen. Oké. Dat is ook wel heel grappig. Ja. Strawberry Fields moet ik nog even uitleggen. Dan weet iedereen wat Strawberry Fields betekent. Strawberry Fields was de B-kant van Penny Lane. En Penny Lane was een grote hit van de Beatles. En eigenlijk was de B-kant net zo populair als de A-kant. En het was eigenlijk wel zo'n beetje het summum van de Beatles. In die tijd, Strawberry Fields Forever. Dus we hebben een beetje dat sfeertje gepakt uit die tijd. En daaromheen weven we het festival. Rudy, maar het is ook een fantastische line-up. Ja, ik ben zelf heel blij met Mike Oudwater. Maar ook de Cool Quest komt. Evil Empire Orchestra, Tangerine, de jongens van Tangerine. We hebben Stephanie Struik, Jan-Henk de Groot, Maris. We hebben Blue Bats uit Zwolle. Drie van die heerlijke mijn. Ja, die muziek maakt. Ja. We hebben natuurlijk Scrum. Ja. Scrum, een dikke feestband. Bethoff had ik al genoemd. Nee, nog niet. Bethoff komt ook, vind ik ook geweldig. Want die past precies bij Strawberry Fields, vind ik. Bethoff was ook gek op de Beatles. Maar er wint er nog dubbel zoveel in ieder geval. Ja. Oh ja, en de Blaze of Glory. Dat is fantastisch ook, moet ik wel zeggen. Buurman. Ja, Buurman zal in Nederland niet zo heel veel zeggen. Maar is in België een hele grote band. Echt fantastische band. Marlene Bakker met Bernard Gepken. Bernard Gepken krijgt trouwens heel druk. Van oorsprong is dat gitarist en mandolinist en banjoist van Daniel Loos. Daar is hij begonnen. En Bernard is een fantastische kerel, maar die speelt ook bij Stephanie Struik. En die speelt ook bij Michael Oudwater. Gewoon dan een fantastische gitarist. Is een fantastisch mens ook trouwens. En die speelt dus drie keer. Dat is ook wel heel leuk. Dus, ja. Heel druk. Ja, die heeft een drukke zondag. Die heeft een heel drukke zondag. Voor meer informatie? Zie de Facebookpagina. De Strawberry Fields Festival. Die vind je zo. En uiteraard de website strawberryfieldsfestival.eu. 26 augustus. 26 augustus in het gemeentepark achter de Fellowship of Acoustics. In Derensvaart. In Derensvaart, ja. Tot dan. Tot dan. Hoi hoi.